Wim Steenbakkers en Annette Wilde uit Lierop ontvingen op dinsdag 25 maart de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij namen op die dag afscheid als gemeenteraadslid voor de Lieropse lijst. 12 jaar hebben jullie gezeten en dat heb je op een uitstekende manier eigenlijk gedaan. Die inzet in het belang van Zomeren. En dat heeft ertoe geleid dat ik namens Zijne Majesteit de Koning jullie mag onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Annette Wilde en Wim Steenbakkers, ze wachten op de harmonie. Is dat zo? Wij moeten naar beneden komen. Wij worden geleefd. Wij hebben 12 jaar het heft in handen gehad, maar nu worden we geleefd. Is het als mensen een koninklijke onderscheiding krijgen, hadden jullie dat verwacht? Ja, dus. Nee, want nee. Ik zei nog tegen Wim, we zorgen dat we eruit zijn voordat we 16 jaar raadslidschap hebben. Ja. Want dan krijg je een lintje. Dus het was echt een verrassing voor mij. Ja. Had ik niet gehoord. Nou, de laatste dagen dacht ik, hé, er is iets aan de gang. Dus, ik heb er verder in mijn eigen niet zo druk over gemaakt. Dus, wat vind je nog wat? Ik vind het toch wel heel erg leuk. Ja, moet ik zeggen. Het komt mooi. Ja. Het is gewoon, ik vind het een mooie waardering. We komen een keer terug op een langer gesprek. Maar wat heeft jullie die 4 jaar of die 12 jaar opgeleverd? Veel rijkdom in mensen leren kennen, ervaring. Gewoon hier in die raadzaal, of nou commissie of raad was, prettige discussies. Ja, dat is gewoon mooi werk. Gewoon mooi werk, Harry. Nu zie je helemaal de goede dingen, Annette, of niet? Maar ook van de slechte dingen word je wijzer. Hè? Van mislukkingen leer je ook en daar word je ook rijker van. Dus ik sluit me daar graag bij aan. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik ben er heel wijs van geworden. Ik heb er heel veel van geleerd. Ja. We komen een keer op terug. We gaan naar de fanfare.